Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Modern Onderwijs. Ik ben Jeroen en vandaag wil ik het met je hebben over Microsoft Booking. Microsoft Booking is een reserveringsapplicatie van Microsoft, helemaal geïntegreerd met Office 365. Je kan hiermee afspraken laten inplannen door ouders, door leerlingen of collega's, waardoor je een eigen tijdschema kan kiezen. De applicatie houdt tegelijkertijd rekening mee met al bestaande agenda afspraken die je hebt. Dus als je die al hebt, wordt die niet overschreden en wordt dat tijdschema gelijk gemarkeerd. Zoals je ziet heb ik al een site, maar we gaan hem nu gewoon maken vanaf het eerste moment. Dus ik klik op dit pijltje hier linksboven en klik op nieuw. Dan voer ik een bedrijfsnaam in. Ik noem deze test en het bedrijfstype is school. Business school, maakt niet uit. Ik moet gewoon school en klik dan op doorgaan. Het wil even geduld hebben. De site is nu gemaakt zoals je ziet. Ik klik op oké en je ziet dat ik hier een geheel nieuwe site heb. De volgende die ik aan je laat zien is de agenda. Wat kan je hier eigenlijk allemaal doen? Heb je een overzicht van alle afspraken die je maakt. Je kan hier ook de online reservering, kan je een bepaalde afspraak inplannen. Automatisch maakt dat een eerste consult aan. Als hier meer verschillende soorten type afspraken staan, kan je die handmatig inplannen. Is natuurlijk niet waar je dit voor wil gebruiken, maar het kan wel. Je kan hier ook een verlof invoeren van wie en hoe lang. En hoe dat verlof dan natuurlijk heet. Waar we nu naartoe gaan kijken is de reserveringspagina. Is misschien wel een van de belangrijkste pagina's die er is. Want hier krijg je heel veel informatie die je kan vinden en kan invoeren. We beginnen gewoon bovenaan. Als eerste kan je hier deze toggle aanzetten. Een Microsoft 365 of een Office 365 account van de organisatie vereist om te boeken. Dus dat betekent dat er alleen maar de mensen die zo'n account hebben binnen jouw organisatie hierbij kunnen in dat kunnen boeken. Dus als je met externe te maken hebt, dus bijvoorbeeld met ouders die hebben dan zo'n account niet, kan je dit dus niet aanzetten. Maar als je dit alleen voor de leerlingen wil doen en collega's, dan zou ik deze vooral ook aanzetten. We gaan dan verder. Wat je nog meer hier kan doen is bijvoorbeeld toestemmingsvakje. Dus als je vooral met buitenstaanders te maken hebt, hè, mensen van extern, zet die aan en zet er ook een bericht aan van wat je doet met de gegevens die je verzamelt. Want je gaat wat gegevens verzamelen, bijvoorbeeld e-mailadressen, namen, telefoonnummers, is maar net wat je wilt. Maar laat ook echt duidelijk blijken wat je daarmee doet. Dus zet die dan ook aan. De volgende wat we gaan doen is het planningsbeleid. Als eerste wat we hier zien is het tijdsinterval. Die staat nu altijd op 30 minuten. Dat wil zeggen dat als een afspraak wordt gemaakt, dat die pas de volgende gaat inplannen na 30 minuten. Of dat de blokjes zijn waar je kan inplannen. Je kan hem ook om de 5 minuten neerzetten. Dus dan kan hij bijvoorbeeld om 5 over heel, of om 10 over, of om kwart over worden ingepland, enzovoort. Je kan ook zeggen, ik wil alleen maar om het half uur dat het kan worden ingepland. Daarna hebben we de minimale doorlooptijd. Dat wil zeggen, dat zijn de minimaal aantal uren dat er moet worden opgezegd, vooral als iemand de afspraak wil cancelen. Dus dan moet dan nu standaard staat er minimaal 24 uur voor. Als laatste staat er de maximale doorlooptijd. Dat wil zeggen van hoeveel dagen van tevoren kan de afspraak worden ingepland. Dat staat altijd op een jaar, dus 365 dagen. Dit kan je natuurlijk ook weer gewoon lekker aanpassen. Nu de e-mailmededelingen. Wat houdt het in, hè? De eerste wil gewoon zeggen dat jij als bedrijf een e-mailtje krijgt als er een reservering wordt gemaakt of gewijzigd. Als je denkt dat je heel veel reserveringen gaat krijgen, zou ik deze uitzetten, anders wordt je e-mailbox heel erg vol. De volgende is verzend bevestigingsbericht, ook een uitnodiging van vergadering, is gewoon een uitnodiging voor een vergadering, zodat het ook gelijk in iemands kalender kan komen te staan. Die zou ik wel altijd persoonlijk zelf aanzetten, zodat de klant dat ook gewoon kan doen in dit geval. Daarna hebben we ook nog personeel, klant toestaan op een bepaalde persoon. Dus als jij met meerdere personeelsleden op deze pagina zit, dat klanten zelf kunnen kiezen met wie ze een gesprek hebben. Bijvoorbeeld als je het naar ouders toe stuurt en ze moeten een bepaalde mentor uitkiezen, dat ze dat zelf kunnen doen en de juiste persoon kunnen uitkiezen. Kan je ook uitzetten en dan wordt die gewoon aan een random iemand die dan op dat moment beschikbaar is, toegekend. De volgende is de beschikbaarheid, de algemene beschikbaarheid. Want je kan dit natuurlijk ook aanpassen voor elk persoon die in deze pagina zit of deze reserveringspagina komt te staan. Als eerste heb je hier, een persoon kan gewoon gereserveerd worden, dus wordt er alleen gekeken naar de beschikbaarheid in iemands agenda van die persoon. En ook naar de sluit- en openingstijden van het bedrijf, dus daar moet je ook rekening mee houden, want daar gaat hij niet overheen. Daarna hebben we nog de volgende niet beschikbaar, dus er wordt helemaal niks mee gedaan.
En daarna nog aangepaste uren, dus dat je bepaalde uren wel kan aanpassen. En zoals je ziet kan je dat ook netjes aanpassen. Je kan er ook meerdere per dag inplannen, als je dat wilt. Of op zaterdag op zondag, zodat je bijvoorbeeld tussen 12 en 1 niks meer binnenkrijgt. Dit wil zeggen wel dat het algemeen is, dus dit loopt eigenlijk van het moment dat je je pagina publiceert gewoon oneindig door. Wat je ook kan doen is deze opnieuw beschikbaar zetten en dan andere tijden laten instellen. Nou, dan heb je eigenlijk dezelfde opties die je net had, alleen dan kan je een bepaalde datumreeks aan toevoegen. Dus ik wil alleen maar dat deze afspraken gemaakt kunnen worden in een bepaalde week of een bepaalde maand of zeg maar wat. Dus zo kan je dat dan ook allemaal aanpassen. Dan kan je ook verschillende nog aan elkaar toevoegen. Dus dan kan je allemaal voor een jaar bijvoorbeeld allemaal inplannen als je dat wilt. Waar we het nu over gaan hebben is de medewerkerspagina. Hier kan je verschillende medewerkers aan toevoegen. Van als je bijvoorbeeld samen hetzelfde werk doet, hetzelfde consulaat. Of dat je gewoon meerdere werknemers op één pagina wil hebben. Kan je die beheren. Nou, dus je gaat naartoe naar medewerkers. Je klikt op medewerker toevoegen. Dan zie je al heel veel opties. Nou, initialen. Als het gewoon binnen het bedrijf is, gewoon het e-mailadres toevoegen en er wordt er al heel veel voor je ingevuld. Ik ga het nu niet doen vanwege privacy dingetjes. Je kan ze nou ook een machting geven. Je kan gast, beheerder of medewerker doen. Nou, als beheerder kan je natuurlijk de hele pagina beheren. Als gast heb je niet zo heel veel mogelijkheden, krijg je gewoon de afspraken toe. En als medewerker heb je nog wel wat functionaliteiten. Dat moet je zelf maar even gaan uitzoeken wat die zijn. Wat je hier ook vindt, hè, de openingstijden gebruiken. Bijvoorbeeld als jij op bepaalde dagen niet werkt terwijl het bedrijf wel open is, kan je dat hier aanpassen per medewerker. Bijvoorbeeld, joh, ik werk op woensdag niet, hou ik de woensdag eruit. Of ik maak dan halve dagen, of anders noem maar op. Of ik werk wel op zaterdag. Kan je het hier afwijken van de openingstijden van het bedrijf. Nou, staat hieronder ook nog, hè, personeel via e-mail op de hoogte stellen wanneer toegewezen reservering wordt gemaakt of gewijzigd. Nou, als je dat dan hebt gedaan, druk je op opslaan. Of niet, doe je verwijderen. De volgende pagina die we gaan bespreken is services. Nou, services, daar laat ik je nog gewoon gelijk zien. Dat zijn gewoon eigenlijk de afspraken die je kan toevoegen van verschillende soorten. Nu zie je al dat er een eerste consult in staat. Die staat er altijd in, die kan je ook verwijderen. Maar dan moet je eerst even een andere service toevoegen voordat je die kan verwijderen. Dus ga naar services toevoegen. Nou, dan spreekt het eigenlijk allemaal redelijk wel snel voor zich. Ik zal er een paar dingen gewoon even benoemen. De service op een bepaalde locatie wilt doen, dan zal ik die ook gewoon invoegen, ook als die online is. Zet het er dan netjes bij. Als die online is, vergeet dan ook niet de toggle online de vergadering toe te voegen, aan te zetten. Want dan krijg je gelijk een Teams link, waar je dan ook gelijk een afspraak hebt met de deelnemers die dan een afspraak met je maken. Nou, hier kan je ook verder de andere dingen invullen. De standaard duur, kan een dag duren, uur, minuten, dat kan je allemaal, maakt niet uit, kan je allemaal aanpassen. Je kan daaronder ook nog buffertijd aanpassen, bijvoorbeeld van tevoren. Je wil wat voorbereidingstijd, of wat nabereidingstijd, of je wil gewoon wat uitloopdingen. Dan wordt er daar gelijk met het inplannen van afspraken rekening mee gehouden dat je die buffertijd hebt. Dus dat van tevoren en daarna dat er wat speling is. Dus dat hij dat ook gelijk in je agenda blokkeert. Nou, daarna staat er ook, stel dat kant is de afspraak te beheren, dus dat ze hem zelf nog kunnen verplaatsen zonder te overleggen. Dat is maar net even wat je wilt. Daarna ook het maximaal aantal deelnemers. Bijvoorbeeld je wilt dat er meerdere leerlingen tegelijkertijd de afspraak met je kunnen maken. Bijvoorbeeld max is 5, dat je een soort van bijlesgroepje hebt, maar ze moeten wel zich wel zelf inplannen. Dan kun je gewoon zeggen, joh, 5 mensen kunnen op dat moment die afspraak maken. En that's it. Nou, dan gaan we verder. Standaard prijzen. Prijzen is helemaal niet zo interessant. Dan heb je nog notities die je voor intern gebruik kan gebruiken natuurlijk. Dus dat spreekt eigenlijk voor zich. Dat zien alleen de mensen die er ook echt mee te maken hebben, die notities zien. Nou, hierna wordt het, heb je wat nog aangepaste velden. Nou, als ik dan op wijzigen druk, zie ik hier ook verschillende dingen. En dit zijn ook de gegevens die aan de klant worden gevraagd, of die leerling, om in te vullen. Van joh, sommige zijn vereist, sommige zijn niet vereist. En die kan je ook aanpassen en zelf aanzetten, maar wat je maar wilt. Nou, wat hebben we allemaal? Een e-mailadres van de klant. Ik zou die altijd aan hem staan en vereist hebben, want zo heb je dan gelijk al een contactmoment. Dan kan je, nu staat er nog aan telefoonnummers, als ik op klik, dan staat die uit, adressen of een notitie van klant. Als ik dat allemaal niet interessant vind en niet hoef te weten, verzamel die data dan niet, want het wordt wel opgeslagen en dat moet je wel allemaal netjes laten weten.
tenzij het allemaal natuurlijk binnen bedrijven gebeurt en je gebruikt alleen bedrijf-e-mailadressen, zoals leerling-e-mailadressen, dat ze die alleen moeten gebruiken, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar zet voornamelijk alleen de gegevens die je nodig hebt neer. Nou, daarna kunnen we nog wat vragen toevoegen, tekstvragen. Van joh, kunnen we een vraagje, ik noem eens even bla. Bla. Nou, opslaan. Nou, dan komt hij eronder te staan. Hè. Hij staat nu nog uit. Ik zeg, nou, deze moet vereist zijn. En dan heb je ook nog een ander soort vraag. En als een volgordekeuzelaag vraag, hè, is gewoon een multiple-choice vraag in principe. Van joh, ik wil dit, deze vraag, iets van antwoorden toevoegen. Enzovoort. Nou, dat is dus de velden van de gegevens die je kan verzamelen voor herinnering en bevestigings-e-mail. Nu staat er altijd standaard 1 dag van tevoren dat je een e-mail krijgt om te bevestigen van dat de afspraak er is. Nou, zo kan je nog meerdere e-mails toevoegen. Dus als je ook nog een week van tevoren of een maand van tevoren, ligt er net aan van hoe ver het van tevoren mag laten inplannen, dat er herinnering kan brengen. Joh, let op, deze afspraak komt eraan. Als je er meerdere wilt, dat kan je allemaal wijzen. Je kan deze natuurlijk ook verwijderen. Hè? Hier nog de aanvullende informatie die je bij de afspraak wilt bevestigen. Vergeet niet dit zus. Bijvoorbeeld als je met afspraak ouders uitnodigt en je wilt echt per se dat het kind meekomt. Vergeet niet, het is een afspraak met alle ouders en kinderen. Kom gewoon. Publicaties. Deze service wordt weergegeven op de reserveringspagina. Nou, dat wil zeggen, deze service kan je wel inplannen. Maar bijvoorbeeld alleen, zoals ik al zei bij de agenda, dat je daar alleen jij die service kan inplannen. En niet de mensen op de publicatiepagina, gewoon van extern. Nou, als je die aanzet, wordt het natuurlijk wel. Dat is eigenlijk ook wel het doel van het programma, dus ik zou deze eigenlijk altijd wel aan laten staan. Nou, en dan hebben we de optie van standaard tijdsplanning. Dat is wat we eerder bij de reserveringspagina hebben gedaan. Wil je daarvan afwijken, dan zet je deze uit en dan zie je dat je diezelfde opties allemaal krijgt. Hè. De tijdsintervallen worden misschien wil je misschien anders hebben. Oh, joh, dit zijn afspraken van maar 10 minuten of van een uur of weet ik veel. Nou, ik vind dat ze nog een uur van tevoren mogen cancelen. Nou, dan kan je dat hier ook aanpassen. Of ze mogen maar een week van tevoren inplannen. Dat het allemaal afwijkt van wat je standaard wilt. En zo kan je dat allemaal doen. En ook hier met de algemene beschikbaarheid. Dus dat kan je dan allemaal ook nog per consult kan je dat aanpassen van joh, op je pagina. Let er wel op, hè, het overlapt. Dus kijk wel even goed allemaal of het goed gaat als die is toegewezen. Nou, als laatste staat hieronder dan nog een toegewezen medewerker moet je aanklikken. Er staan nu even geen medewerkers nu in, maar als er meerdere medewerkers hebt die je hebt toegevoegd, staan je meerdere medewerkers, kan je die aanklikken. Bij dit soort type afspraken wil ik dat jij en jij deze afspraak kunnen, dat deze afspraak bij jou kan worden ingediend. Nu ga ik je laten zien hoe je dit allemaal kan communiceren naar anderen en ook in Teams kan zetten. Nou, als je klaar bent met alles invoeren, dan ga je naar de reserveringspagina. Dan druk je bovenop opslaan en publiceren. Dan wordt je site ook gepubliceerd. Je kan de site dan ook openen. Dan kan je zien hoe die eruit ziet. Dus als ik opklik, gaan we er naartoe en dan ziet het er zo uit. Ja, dan zie je het hier. Dit is hoe het eruit ziet dan voor de mensen die naartoe gaan. We gaan er heel even terug naar. Ik kopieer de link. En ik ga dan naar Teams toe. Wat ik dan doe, is plusje drukken en ga gewoon even naar websites, klik hierop, druk hier afspraken in, hier de URL die ik had gekopieerd, plak daarin, opslaan en nu wordt er een snelkoppeling gemaakt en nu zie je ook, hey, hier staat de afspraken en kunnen de mensen nu heel makkelijk naartoe om een afspraak met je in te plannen. Het onderhouden van je afspraken wil je natuurlijk ook makkelijk vanuit Teams kunnen doen. Dus je gaat naar Teams toe, je gaat helemaal hier naar links naar de 3 puntjes. Als je er al bij hebt staan, kan je erop klikken. Maar heb je dat niet, dan druk je op meer apps. Dan kan je hem gewoon zoeken. Boeking. Komt hij erbij te staan. Openen of opslaan. Gaat hij hem laden. Wat je ondertussen wel kan doen, is even naar links gaan en hem vastmaken. Want dan verdwijnt hij niet. Hij komt wel weer hier te staan, maar dan verdwijnt hij niet. Dan kan je er snel op klikken. En dan klik je gewoon op aanslag. Als je nog geen reserveringspagina hebt aangemaakt, dan druk je natuurlijk op nieuwe reserveringspagina aanmaken. Heb je een bestaande, heb je er al een, dan klik je daar natuurlijk op en dan ga je zoeken. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie hiervan vonden, dus laat wat commentaar achter hier beneden. En als je het goed vond, geef me dan nog wat duimpjes omhoog en abonneer je op het kanaal en zie jullie in de volgende video.